Hoi, 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 hoi. En welkom bij een nieuwe aflevering. Ik ga eerst even tellen hoeveel dit er zijn. En dan kom ik terug en dan gaan we dat ook haken. Hoe? Oké, om erbij 68 lossen moeten we dadelijk gaan maken. Het kan iets minder zijn, het kan iets meer zijn. Maar daar zie je geen verschil van. Dus dat is wel. Je kunt het toch even natellen voor de zekerheid. Maar ik denk dat ik er wel redelijk naast of erbij zit. Dus deze die ga ik nu even aan de kant leggen, want deze hoeven we natuurlijk niet meer te gebruiken. En dan gaan we beginnen. Dus we gaan beginnen met lossen. Zo. Oh, je moet wel een beetje een lintje achterlaten, zodat je hem netjes kan verdelen. Delen. En het wordt een lekkere lange video, zie ik al. Want we zijn nu. Oké, zo. Ik heb ongeveer een touwtje van 10 centimeter. Dus dat is op zich wel te doen. Oké, we gaan dus 68 dingen tellen. Die. En ik hou de potlood er weer bij. Ik ga hem heel even slijpen. Want ik zie dat mijn punt helemaal niet scherp meer is. Zo. Yes. Oeh, nou is hij wel heel erg puntig. Ziet hij niet eruit? Ja, daar was ik al bang voor. Puntjes eruit. Hij wil niet geslepen worden vandaag. Maar ja. Ik ga dus nu bijhouden hoeveel dingetjes we gaan tellen. Dus we gaan iedere keer 10 losse haken. En dan, dus het zijn 68 losse. Dus iedere keer 10 losse. En dan schrijf ik op een streepje. Dus het is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Ik ga nu twee streepjes opschrijven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Weer twee streepjes, dus we hebben nu 40 lossen. Oh, ik raak iedere keer het beeld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nu hebben we er 6, dus we hoeven er nog maar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, ik haak er 1 bij, want dat is de omslag. En we gaan nu weer vaste haken in de lusjes. Nou, we gaan gewoon vast in de lusjes, zoals ik net al zei. Ik ben een beetje aan het herhalen vandaag. En als we dan klaar zijn, dan ga je gewoon weer verder hoe je die andere achterpandlap ook gemaakt hebt. Dus van deel 1. Ja, dat ga je nu ook maken. Dus dat. Want je moet even. Ja, je moet gewoon hetzelfde als de achterpand nu gaan maken. En dat ga ik nu ook doen. Dus ik zou zeggen, tot zo. En nu komt het gedeelte hoe je hem in elkaar zet. Dus dat jullie dat ook alvast weten. Want ik heb voorgewerkt natuurlijk. Dus ik zou zeggen, veel plezier met haken. En ja, dan zou ik zeggen, ga haken. Ik kan het maken van de voorpanden van rechts en links, want dit is natuurlijk het achterpand. Nou, die heb ik inmiddels klaar. Als je hem uitrekt, dan is die aardig lang. En
Ik dacht, ik ga alvast aan de achterkant beginnen. Dus dat zien jullie inmiddels al. Ik ga heel even een licht bijstellen. Want jullie zien geen ene moer. Zo, hè. En het lijkt een beetje grijs. Ik was al stiekem begonnen. Omdat ik toch even wilde uittesten hoe we dit allemaal gaan doen. En er vroegen mensen al af wanneer deel 2 kwam. Dus bij deze. Hij is er. En ja, zoals je ziet ben ik hier al achtergebleven. Ik moest nog wat haken. Maar. Ik ga heel even kijken waar ik mijn blaadje heb gelaten. Want het is natuurlijk al een tijdje geleden dat ik dit gehaakt heb. Want ik ben er heel lang mee bezig geweest. En toen weer niet. En toen weer wel. En toen weer niet. Dus ik hoop. Nee. Oeh, soetie petoetie. Ik kan hem niet meer vinden. Nou, volgens mij waren het 52 lossen. Want hier hadden we iets van 186 of zo, denk ik. Zo, dat is een goeie. Maar goed, in ieder geval, het is de helft van deze. Dus waarschijnlijk hebben jullie dit al gehaakt. Dat kun je zien in de eerste aflevering. En dit moet je eigenlijk door de midden halen en dan tellen. Dus één zo'n kant, dat ga je ook van deze maken. Nou, dat heb ik natuurlijk al gedaan. Alleen, wat je hier ziet, is dat ik hier vaste en hier ook. Het ziet er niet naar uit. Jawel, het is wel zo. Grapje. In ieder geval, de hoeveelheid van de helft van deze ene vest. Want dit is de achterpand. En de voorpand, die moet dus de helft zijn, zoals ik net al zei. Nou, dat ziet er nu een beetje. Ja, hij is een beetje groot. Maar dat komt natuurlijk omdat ik hem uit heb gerekt. En natuurlijk omdat je borstgedeelte ervoor zit, mag die ook best wel wat breder zijn. Nou goed, ik was hier al mee begonnen. Dus ik wilde eigenlijk weer opnieuw gaan beginnen, ook gelijk met het andere pand. En wat ik ga doen, uiteindelijk, als ik dus deze ga ik toeren vastmaken. Dus dat wilde ik gelijk even samen met jullie doen. Ik pak de mankeerders even erbij. En sorry, ik heb lichtelijke oorpijn. Dus als ik wat hard praat, sorry daarvoor, maar ik hoor mezelf 3 keer zo hard. Dus ja, mijn excuses. Wat ik dus uiteindelijk wil gaan doen. En ik ga heel eventjes met de hand filmen en niet met de standaard. Want zo kan ik het jullie niet laten zien. Wat ik dus wilde zeggen. Sorry voor mijn trillen. Ik hou hem zo stil mogelijk. Wat ik dus wilde zeggen is. We gaan één van deze kant van de rugband. Dus dat is deze nu. Ik pak nu één van de twee. Dit stukje hoort natuurlijk onder de vaste. Dat is dit stukje ook. En wat ik dus nu wil gaan doen. Is deze twee panden samen gaan voegen. Nog niet gaan haken met voegen. Ho, ik neem alle mankeerders mee. Even de mankeerders weg. Dit gaan we nu samen vastmaken. En ik zal dadelijk laten zien waarom. Dus we gaan nu eerst dit allemaal met vaste vastmaken. En dan heb je de rugband. En dan gaan we de andere kant zo dadelijk samen haken. Maar deze wilde ik eerst vastzetten. Zodat jullie alvast weten hoe dat eruit ziet. Want het duurt best lang voordat je dit echt gehaakt hebt. En het is echt een hele mooie vest. Dus ja, ik wil eigenlijk één zo'n bol wil ik bewaren voor de ene kant nog. Want ik heb nog 2 bollen om precies te zijn. Kijk. Ik heb ongeveer 2 bollen of 1,5 bol heb ik hiervoor gebruikt. Hier heb ik 1 bol voor gebruikt en de andere ook 1 bol. Dus dan hou je er nog 1 over. Waarschijnlijk dus dan kun je nog bijhaken eventueel als je dat fijn vindt. Maar we gaan eerst deze vastmaken met mankeerders en dan leg ik de rest uit. Oké. Okay. Wat ik dus ga doen is de mankeerders. Deze ga ik dubbel vouwen, het rechterkant. En je moet eigenlijk nu gaan zoeken naar het gedeelte. Even kijken. Ik ga hem even in z'n drieën slaan. Zo. Naar het gedeelte dat alle gaten met elkaar verbonden zijn. En dat is aardig lastig. Want zoals je hier ziet. Hier de vasten lopen nu bij 1. Dus dat is goed. En nu ga ik het tussengat vinden. Want hier zit natuurlijk een gat. En daar. Dus die ga ik nu samen voegen. Zo. Op deze manier. En dan zie je dat ze bijna gelijk zijn. Nou, dat willen we dus ook hebben. En nou ga je dus tellen, want hier zit een gat en hier zit een gat. Het is niet zo dit is een kleintje en dit is een grote. Maar dat maakt niet uit, want het gaat om dat ze samen worden gevoegd. Dus dit is 1. Hier zie je nog zo'n gat. En hier zie je een gat. Dus dat is 2. Dan hou ik ze samen.
Hier zit een gat. En daar zit een gat, dus dat is kleine. Dat is 3. En bij de vierde zet ik hem weer vast. Dus hier zit een gat nou. En hier zit een klein gaatje. Zo. En nu hebben we ze precies gekoppeld. Nou, wat je dus nu kan doen is of je gaat naaien. Of je gaat het met halve vastes haken. Het kan allebei. Nou, wat we nu... We gaan weer 3 of 4 naar voren tellen. Ik hou heel even deze aan de kant, want daar irriteer ik me een klein beetje aan. Dit is gewoon een knoopje, die verwerken we later. Ik ga nu weer tellen. Dus hier heb ik 1 gat. En hier heb ik het 2e gat. Dat is een kleintje, want het loopt natuurlijk niet gelijk. Dus hier zit er 1 en hier zit er. Dus dat is 1. Dit is 2. Dit is 3. Dit is 4. In ieder 4e gat ga je dus een mankeerder zetten. Dit, wat ik net al zei, is pas als je een lap klaar hebt, zoals ik. Ik ben nog niet zo ver natuurlijk, maar ik ben al wel eigenlijk een beetje extra ver gekomen. Maar ik wilde het opnemen als ik deze ongeveer een beetje klaar had. Nou, nu gaan we weer de gaat zoeken. Hier zit er 1 en daar zit er 1. Dus nu loopt het weer gelijk, zie ik. 1, 2, 3, 4. Ik ga hem nu in de 5e doen. Dus in de 5 kleine gaatjes. In de 2 kleine gaatjes. Want dat is natuurlijk het deel waar je moest omswitchen naar de andere kant te gaan. Dus probeer zo voor jezelf te zoeken wat het makkelijkste is om te haken. Ik ga hem dadelijk vasthaken met halve vastes, heb ik besloten. Ik ga hem ook niet helemaal haken, want ik ga hem nu uitrekken tot zover het kan. En tot waar de mankeerders ophouden, zeg maar. Maar ik ga eerst even verder om dit vast te maken. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6... Zo. En volgens mij... Oh, nee. Hij wil niet. Zo. Volgens mij ben ik hier dus verkeerd gegaan. Nee, ik ben niet... Het lijkt... Nee, deze moet wel echt hier. Ik ga nog even een keertje kijken. Ja, nee, het klopt wel. Want dit is natuurlijk weer anders gehaakt dan anders. Nou, gaan we weer tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik ga dus iedere keer een stapje verder. Zo. Kijk, nou zitten ze wel aardig mooi vast. En dan gebruik ik niet allemaal keers, want die heb je in het begin heb je er een aantal nodig. Daarom dat ik liefst een paar overhoud. Ik heb er natuurlijk nog meer, maar ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ho, 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 sorry. Tikte er net aan. Nou, even opnieuw. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, in het grote gat, kan ik zeggen. Hij moest ergens erin. Zo, nou hoef ik er nog 2 of 3 te doen. En ik heb trouwens een lookalike gevonden van deze wol. Dus die ga ik zo dadelijk ook even laten zien. 1, 2, 3, 4, 5. De 2 kleine gaatjes zijn er dit keer. Klinkt heel raar, maar ja, het is wel zo. Oké. Zoals je ziet, beginnen sommige al een beetje wit te worden. En dat, ja, ik weet niet of je het ziet, heel lichtelijk hier. Dat betekent dat ze het begeven binnenkort. Maar ja, ik doe zoveel haak op dit moment. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, nu zie je dat deze langer is dan deze. Dat is helemaal niet erg. Want daardoor, en dat is wel fijn, weet ik nu hoe ver ik ben. Dus dan kan ik uiteindelijk, want het is natuurlijk een korte bolero, hè? Het is geen lange, het is maar een topje. Want dat, ja, dat heb ik waarschijnlijk ook gezegd, ik weet niet 100% zeker, maar ik ga deze ook even te vast slaan, want hij ligt een beetje vervelend. Ik ga nu stoppen met mankeren, maar ik heb nu in ieder geval bijna helemaal vastgemaakt. En ja, ik ga heel eventjes tellen. Ik haal deze even af. Mocht je hem willen wassen, dat kan. 30 graden, hij mag niet in de droger. En er staat hier maat 38. Nou, dat klopt niet, want we hebben het natuurlijk anders gemaakt.
Maar ja, je kan, ik doe hem gewoon met de hand wassen. Dat is gewoon het allermakkelijkste. Maar goed, dat gaan we nu doen. Ik had de haaknaald net. Ik wil zeggen, ik had hem. Want deze kreeg ik natuurlijk ook bij, maar daar heb ik natuurlijk niks aan. Dus ja, dat is lekker makkelijk en kunnen we gewoon wegdoen. Even kijken, ik wil het liefst aan de binnenkant van de wol. Dus ik maak altijd een gaatje met mijn vingers aan de binnenkant. En dan voel ik wat het loste zit. En nu heb ik een hele tros. Ja, dat werkt ook niet echt helemaal. Oh, sorry, jullie schudden weer. Ja, dus ik heb een nieuwe standaard, hè. Dan weet je hoe dat gaat. Maar we kunnen nog wel even haken. Gelukkig. Zo. Nou, ik heb een stukje over. Wat ik nu eerst wil gaan doen is, ik wil deze even afknippen. Dus ik wil even het touwtje heel goed gaan aantrekken. Wat je eventueel nog kan doen is een stofje eronder doen. Maar ook weer net niet. Dus dat is een beetje, ik weet het nog niet helemaal. Maar ik ga hem in ieder geval niet heel kort afknippen. Want dan zie je dat dadelijk. En dat willen we natuurlijk helemaal niet. Deze ga ik wel even wegwerken met de naald. Ik heb altijd één naald op mijn bureau liggen. Doe ik eigenlijk een beetje expres. Maar ja. Oké. En deze ga ik natuurlijk die kant op naaien. Zodat deze verbonden zit met deze. Dus ik denk dat ik hem één of twee vastes ga verder naaien. En dan ga ik één vaste. Auw. Oké, we gaan gewoon helemaal door. Prima. Zo. En nu zie je dat hij net. Ik had hem nog net vast. Zo, ik trek hem gewoon verder. Dat is het beste. Nou, dan hebben we al één ding wat vast zit. Hupsakee. Even kijken, waar is mijn haaknaald? Hier. Nou moet je er eens gaan bedenken wat de achterkant is en wat de voorkant is. Nou, ik weet al wat mijn achterkant is. Even kijken, hier zit het knoopje. Al die knoopjes. Even kijken hoor, of die goed vast zit. Ja, ik heb hem erin gehaakt. Nou, ik ga het gewoon proberen. Mocht die in de toekomst uitvallen, ja, dan hebben we een probleem. Even kijken. Nou, dat zoek ik allemaal later wel. Nou, zo ziet het er uiteindelijk nu uit. Ik haal hem even iets meer naar mij toe. Zodat jullie hem kunnen zien. Kijk. En nu is een kwestie van heel veel tellen, zoeken en raden. Nou, ik heb hier natuurlijk de draad. En die ga ik hier aan verbinden. En ik ga dus aan deze kant beginnen. Dus je moet even kijken wat je een mooie kant vindt. Want dit is natuurlijk de achterkant van het haken. En dit is de voorkant. Dus ik ga hem toch even omdraaien. Zodat ik een goede zicht, zodat ik een mooie kant heb. Dan wordt dit de lelijke kant, om het maar even zo te zeggen. En ik zou eerst naaien, maar ik dacht, ja, het is ook weer niet heel stevig, moet ik zeggen. Ik ga sowieso met een kleinere haaknaald het vastmaken. Ik ga heel even mijn haakentuitje zoeken, want ik moest natuurlijk werken. Daar heb ik ook mijn haakspullen voor nodig. Even kijken. Dat is trouwens mijn hobby hoor, haken. Maar we hebben nooit wat te doen op mijn werk. We moeten altijd poetsen. Ja, maandag hebben we alles gepoetst, dus toen was het klaar. Ik ga dit met de tweede half doen van Clover. Ik weet niet of je het nou scherp kan zien. Zo. Nee, dus de tweede half van Clover. Waarom pak je zo'n kleine? Dan zie je ook niet zo goed hoe het eruit ziet. Ik zal het je dadelijk laten zien. Nou, ik ga er als eerste instantie doorheen. Zo, nou, ik ga dus een weg proberen te vinden in al het. Nou, zoals je ziet, ik ben er heel uitgekomen. Jee. Ik maak nu een vaste, zodat ik kan zien waar ik ben dan. Nou, en iedere keer zoek je dus een klein lusje. En nu haal ik hem er doorheen en is het klaar. Ik ga verder ook niet meer de extra doorheen halen, want het is natuurlijk een halve vaste. Een halve vaste hoef je hem er alleen maar doorheen te halen. Ik ga deze mankeer er even weghalen, want we moeten nu vooral gaan zoeken. Want ja, zoals ik zie, zijn deze twee dingetjes die horen ook samen.
En die verbind ik met de andere twee vasten. En waarom doe ik dat nou? Omdat die dan extra goed vast zit. En nu ga ik weer verder. Ik haal hem er alleen maar doorheen. Meer doe ik niet eens. Dan zit hij op een bepaalde manier zit hij dan goed vast. Zo. En iedere keer haal je hem er doorheen. En dan zie je ook niet... Kijk, want nu heb je alleen een heel klein bobbeltje. Maar dat is ook bij kleding. Je ziet altijd de naad bij de kleding. Nou, en dat is ook bij haken zo. Helaas kun je dat niet weghalen. En nou zie je uiteindelijk dat hij vast zit. Dus ik ben... Het gaat heel goed. Het gaat heel goed. Oké. En dan... En ik moet hem ook echt vasthouden, anders glipt hij er vandoor. Nou, dit gaat nog wel even een werkje kosten, zal ik je vertellen. Ja, ik ga dit even afmaken. En dan zijn we allebei klaar, neem ik aan. Hier zit trouwens nog een plooitje, die moet ik even wegwerken. Ik had trouwens net de plooi naar die kant gestoken en nu ga ik hem naar die kant doen. Oh, sorry voor de overlast. Dat is de muziek nou eenmaal. De buurtjes. Ik film altijd op een moment dat de buren altijd lekker muziek aan het luisteren zijn. Als jullie daar last van hebben, sorry. Ik heb al een paar keer gevraagd of ze het wat zachter willen doen. Het is al zachter dan eerst. Maar ik kan me nog steeds wel begrijpen dat het vervelend is. Oké. In ieder geval, je gaat nu heel rustig. Ga je iedere keer beetje bij beetje ga je hem vastmaken. Ga goed kijken, voel goed, want dat is ook wel even belangrijk. Want ja, je kan wel denken van, oh, hij zit snel, zo snel, zo snel. Maar geloof me, it's not working. Goed kijken en denken, oh, daar moet hij, daar moet hij, daar moet hij. En dan krijg je uiteindelijk zoiets. Nou, dat vind ik ook wel best. Het is nog niet eens een halve vaste. Ik weet niet hoe je dit moet noemen. Hoe noem je dit? Ik weet het niet. Maar hij zit in ieder geval vast. En daar gaat het om. En hij zit echt heel precies vast. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee. En dit wordt een hele korte tenue. En dat vind ik ook wel leuk. Zo. Nou, in ieder geval... Jullie weten nou een beetje hoe je moet gaan vastmaken. Ik weet het ook, want ik wist het ook nog eerst niet. En dan zou ik zeggen, maak dit af. En ik kom terug als ik ook klaar ben. Want ja, ik kan wel blijven opnemen. Maar dat is alleen maar ja, een beetje... Ja, dat jullie denken van waar kijk ik nou naar? Want ja, ik ga ook gewoon door met mijn werk. Net zoals jullie. En dan zou ik zeggen, tot zo. Ik haal de markeerder eruit en dan gaan we zo verder. Oké. Ik ben bijna klaar zoals je ziet. Maar we moeten natuurlijk ook nog een armschat overhouden. En ik zal je ook even gelijk vertellen hoeveel toeren ik in totaal heb gehaakt bij de kleine. En hoe kan je dat nou zien door de grafieken die erin zitten? Dus het is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ik schrijf eerst even 30 op voordat ik het weer vergeet. Daar ben ik namelijk een held in om dingen te vergeten. 30. Zo, goed geschreven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Zo, ik kan lekker duidelijk schrijven vandaag. 21, dat is dat in totaal 51 toeren. Nou, dat moet je dus haken in totaal. Maar, omdat we natuurlijk het armschat hebben, moeten we ook rekening houden daarmee. Dus, je moet je armschat gaan opmeten. Dat ga ik nu doen, by the way. Was ik ook helemaal vergeten hoor, daar in ieder geval. Dus dat is echt niet jullie schuld. Ik ga heel even de bloempotten pakken, want daar heb ik al mijn naaispullen in zitten. Ja, vraag me niet waarom daarin. Maar dat zullen jullie ooit nog wel zien waarom.
Ja, ik moest hem even met mijn voeten pakken. Ja, ik heb hem. Oké, dit was zo'n makkelijk oprol dingetje. Dus, we gaan naar 1. Je moet vanuit je bovenschouder, dus vanuit je nek. Je moet je nek gaan voelen, dus de onderkant van je nek. Dan je schouder. En dan ga je naar onder, naar je borstgedeelte. En dan net eronder. Nou, dus bij mij is het dus ongeveer. En dan moet je hem vanuit midden vanuit je schouder naar de onderkant van je. Nou, bij mij is dat dus. Holy cow. Huh. 31 centimeter is dus het gedeelte om. Dit is dus geheel 31 centimeter. Dus wat ga je nu doen? Je gaat alleen het stukje van je schouder. Dus helemaal aan het puntje waar je arm begint. En dat gedeelte, dus dat is ongeveer 21-20 centimeter. Want het is alleen maar voor je borstgedeelte. Dus het is maar een kleintje. Dus ik ga nu dit uithalen tot met hier. En dit hou ik dus over. Dus dit gedeelte hier tot met hier. Dat ga ik open houden. Dus ik ga dat even uithalen. Njom, 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 njom. Kijk. En dan heb je dit gedeelte die eronder hangt. Dus dan is dit boven schouder en dit is onder je schouders. Dan heb je hem net onder je borst zitten. Nou, dat is volgens mij wel perfect. Dus, ik ga deze nu afhechten. Nog steeds met de kleine. En technisch gezien kan je dit eigenlijk beter naaien. Want ik heb nou zo'n hele dikke naad. Je ziet het niet, gelukkig. Maar, ja, toch maar naaien, denk ik. Zo, ik haal hem 2 keer door. Ik knip iets groter stukje af om te kunnen naaien. Ik trek hem nog even flink aan, zodat ik zeker weet dat hij echt goed vast zit. Ik wil zeggen, film ik wel überhaupt? Maar ja, ik film. En ik ga tussen de vastes door. Hoppakee. En dan ga ik weer terug. Want ja, hè? Dan moet natuurlijk wel heen en terug. Dat is het belangrijkste. Zo. Hupsakee. Nou, mooi. Dan zit hij ook vast. Dus, van de toeren die we hebben samengemaakt. Dus het zijn in totaal zijn het 51 toeren. Dit zijn dus 51 toeren. Dus het is ongeveer de helft, denk ik. Even kijken. Je hebt dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 toeren dat je hem hier vastmaakt. Dus mocht je dat willen weten, bij deze. Hiermee ga ik ook stoppen, want dit willen we natuurlijk als het armschat houden. Dus deze is nu klaar. Deze gaan we hier uiteindelijk nog bovenaan naaien. Maar dat is voor zo dadelijk pas. Nu gaan we de andere kant maken. Want ja, dat is misschien ook wel handig. Ik laat deze erin zitten, de mankeerder die boven zit. Want dat zorgt ervoor dat hij weer houdt, zeg maar. Dus ik ga hem heel even aantrekken voor het geval. Want dan weet je tenminste of hij goed zit of niet. Oké, ik ga hem hierboven spelden. Helemaal bovenin. Ik let niet op de toeren, maar ik ga hem alleen spelden, zodat je je mouw of je hand en je arm er doorheen kan steken. En zal ik zo laten zien waarom. Oké, ik sta heel even in mijn badkamer en zoals je ziet mag er net 1 toertje bij aan de bovenkant, want hij zit nu heel erg strak. Dus 1 toertje mag erbij, dan heb ik speling. En hij zit echt perfect. Dit gedeelte. En dan zal ik nu even laten zien van de achterkant. Tenminste, als ik erbij kan. Ja, ik kan erbij. Oké, dus dit is dan met de achterkant erbij. Zo. En hij zit echt precies in het midden. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. En dit is een L wat we nu maken. Dus echt, het wordt perfect. Ik ben blij gewoon.
En natuurlijk het armschat is niet te strak en niet te dicht. Ik ga gewoon die toer afwerken en dan komt het goed. Dus je moet even passen om te kijken of het goed zit. Dan kun je nog weten of je 1 of 2 toeren erbij moet doen. En dan is het goed. Oké, daar zijn we weer. Even snelle verplaatsing. Dus het armschat is perfect. Deze 2 toeren, dus dan moet er, deze ga ik nog even gelijk maken dan. Want hier ga ik dan nog 1 of 2 toeren bij doen. En dan is die echt perfect. Bij mij zit er dan voor de arm / oksel gedeelte. Dan ga ik ook even tellen. Want hier begint die. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 toeren zitten dan voor het armschat. Dus dat is op zich echt wel mooi. Maar goed, laten we nu met die andere gaan beginnen. Dus ik ga deze afhechten. Want hier hoef ik nou niks meer bij te maken. Dus ik haal dit kleine stukje haal ik uit. Want die is perfect. Oh, ik moet hem nog wel eventjes... Deze, nee, dat hoeft ook niet. Want dat is natuurlijk van die andere toer nog. Deze ga ik dus afhechten nou. Want we moeten erboven moeten we ook nog een rand met vaste maken. Als we uiteindelijk helemaal klaar zijn. Want dan ga je hem ook echt goed afmaken natuurlijk. Zo. Dus, deze is ook klaar. Dus, in totaal heb je dus dit lapje. Nou, perfect. Ik zal niks meer aan doen. En we gaan nu de andere band maken. En het lijkt alsof die heel groot en heel dik is. Maar dat valt dus echt wel mee. Ik ben er alleen maar blij mee. Want hij mag een beetje overlappen. En anders kun je eventueel, als je het echt niet fijn vindt, dan sla je hem om. En dan kun je er nog zoiets van maken. Dus dan heb je een soort 3D effect. Mocht je dat fijner vinden. Maar goed, we gaan eerst maar eens eventjes deze andere band gaan maken. En dan had ik deze natuurlijk weer voor. Want ja, hè. We moeten natuurlijk wel zoveel mogelijk doen. En ik dacht dat het 57 waren. Maar ik kan het patroon niet meer zo makkelijk 1, 2, 3 vinden. Oh, sorry, jullie bewegen weer heel erg. Dus ik ga heel even kijken. Nou, en bij deze lekker verder haken. En dan gewoon... hetzelfde haken als dit, maar dan aan de achterkant. Hou de vaste en de dingetjes in de gaten. En dan zeg ik tot de volgende video. En bedankt voor het kijken. Abonneer voor nog meer leuke video's, want er komen er nog heel veel aan. En tot de volgende video. Doei!